Goedemorgen. Goedemorgen. Woensdag. Eigenaar geworden van deze huis. Donderdag nog een marktsmiddag. En vandaag vliegen we hier. Deze lelijke tegeltjes gaan we nu verwijderen. En straks gaan we er anders zetten. Maar het is hier zo zalig van. Dat is hier geëindigd. Oh, my. Ik vind dat zo zalig dat je van elke raam hier gewoon de natuur ziet. Ik ben hier echt verliefd op deze plaats. Stel al een stukje op. Zo mooi. Kijk, en hier is ook al wat een beetje aangekleed. De tv hebben we juist in die kast gekregen. Ja. Kunstwerkje, graanwerken in Marding. Schappen eruit gehaald, verlaagd en een tv vergemokt. Past juist. Zalig. En dan gaan we lekker iets eten, schatje. Ja. Derde t-shirtje. Kijk eens. Dat is allemaal mee, hè. Wat is dat nou? Ik ben zo enthousiast en zo gelukkig. En misschien te enthousiast, als ja. Dat je benen voorbij loopt. En ik strunkel over een steen en ik rol door het gras en mijn knie weer al helemaal naar de genoeg. En dan ga ik de schuur in en ineens een wespensteek in mijn oor. Naar de genoeg, een stukje in oor. Dan gaan we op drinken, kom we weer iets eten. Dit is Chriske, precies boten awesome. We zijn nogal gaas ontgeven zeg. Het is zalig ook, hè? Ja. Einde dag 1. Het gaat chic worden, ben ik. Ben ik zeker van. Ja. Voor de rest wachten we nog even voor binnen laten zien, zeker. Okay. Dat hier allemaal geschilderd is, want... Oh. Nou ja, ik wil dat wel laten zien. Chriske is natuurlijk al met haar plantjes en haar boedekjes en... frulletjes bezig. Maar de kleur van de muren trekt op niks, dus... Dat gaan ze nog veranderen. Ah, haar badkamer. Die gingen we normaal veranderen. En ze is erin gevlogen. En ze had er ineens een exotic room van gemaakt, denk ik. Dus... Het zal toch blijven. Ik vind het mooi. Poembak gaan we wel veranderen. Het is iets te klein. Spiegel is ook niet juist. Maar dat komt wel. Hele goede morgen. Goedemorgen, zie je bij in het donker? Ja? Je spooky. Het is 6 uur, we zijn wakker van 5 uur en we zijn op weg naar Mont Caprier. Dat zou een van de grootste brokantmarkten zijn en een van de beste. Meer dan 100 stands. Dus we zijn benieuwd, we kennen dat plaatsje niet. We hebben er weer al hoesting in, hè, schat? Amai, dat zal nog niet. Een dagje rust. Ja, vooral zeker. Het is hier weer een heel ander landschap, hè, waar we zijn terechtgekomen. Prachtig. We zijn benieuwd, we zijn er met een team. Bonjour, goede Max, hè. Bedankt. Een goede organisatie. Die volgen, die gaat ons plaats wijzen. Hij loopt hier vol met gele hesjes. Die mannen, dat is super georganiseerd. Zie eens met feestzaal, met eten. Nee, dat is hier overal. Dat is gewoon een dorpje precies. Ja. Ja. Daar zit ook dat comfortzone, hè? Amai. Dat is het kleinste flutje dat we al gehad hebben, dus we moeten iemand onder anders. Al die auto's moesten hier deur. Ik weet niet hoe dat bed pakken. Iedereen stond daar te wachten. Dan waren jij weg. En ik stond hier, wachten, dat ze allemaal gepasseerd waren. Ja. En anders gaan ze op voorhand al weten hoe het standje staat. Nu met het terug gaan uitvinden, hè? Voilà. Je moet alles terug uitvinden. Oké. Okay. Maar...
Ik denk dat hier een prachtige locatie is. Het is daar heel veel krommen. Is uw rustdag begonnen? Oh. Ik ben al een uur bezig met rustig. Het is mij gelukt. Met de nodige stress. Ik ben dat niet gewoon, maar... ik ben content. Het is hier zo'n prachtig dorp. Het volledige dorp staat hier helemaal vol. Kijk eens hoe prachtig. Dat is als een buurman zijn kopje. Helemaal alleen nog armen. Dat mag niet met ezels. Jij hebt het goed gehad, hè, Janneke? Janneke, ik ga er even van profiteren. Ik heb een zeer voetje, pootjes omhoog. Je gaat maar de komende dagen mogen bedienen, denk ik. Dat weet ik nog niet. Hoe laat is het ondertussen? 5:30? 5:20. En hier loopt nog altijd volk rond. Ja, dan beginnen ze in te pakken. Maar wij hebben al een tijd, schatten wel. Hallo, schatje. 8:30. Ja. Zijn we morgen om 5:00 opgestaan? Met zonsondergang, met zonsopgang vertrokken. Ja, een uur later, hè? Ja. En met zonsondergang terug naar huis aan het rijden. Het was een fantastische dag. Met al leuke mensen ontmoet. Het was een mooie markt. We zijn juist nog lekker gaan eten. En dan gaan we met een zalig nieuw huisje genieten. Op ons terras met een view. En een wijntje. En een wijntje.